Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Deze video gaat over mijn laatste paar dagen in Nederland voordat ik als au pair vertrek naar Amerika voor een jaar. Het is nu dinsdag 11 oktober en vrijdag 14 oktober ga ik vliegen in de ochtend. Dus echt nog maar een paar dagen. Maar ik moet mijn koffer nog inpakken. Ik moet nog wat cadeautjes voor de kinderen daar inpakken. En zo heb ik nog wat meer dingetjes te doen, dus ik neem jullie daarin mee. En dan neem ik jullie uiteindelijk natuurlijk ook mee naar Amerika. Jongens, ik heb dus een nieuwe koffer gehaald. Deze is van de AWB. En ik heb deze dus gehaald omdat je dan ook speciaal slot hebt voor Amerika. En sowieso was mijn oude rolde niet meer zo lekker en zag er niet meer zo mooi uit. Dus ik heb deze gehaald. En deze gaan we nu dus inpakken. Okay, jongens, een koffer inpakken. Omdat je een jaar weggaat, is nou niet echt het makkelijkste wat er is. Dus het wordt nogal een uitdaging. Hoe ik 23 kilo aan bagage ga meekrijgen, terwijl ik gewoon spullen voor een jaar wil inpakken. Dus ja, jullie gaan dat meemaken in deze video. Ik ga eventjes sorteren. Kijken wat ik wel mee wil, wat ik niet mee wil. Alles wat ik dan wel mee wil, waarschijnlijk nog een keer moeten elimineren om bepaalde dingen toch thuis te laten. En dan kom ik bij jullie terug. Dus, zoals je kunt zien misschien, zit hij al aardig vol. Dat daarachter moet er nog in. En de handbagagekoffer moet ik ook nog eventjes vullen met alle apparatuur en dingetjes. Maar ik moet ook nog deze spulletjes meenemen. Want dat is voor de kinderen. Er zijn 6 kinderen. Ja, schrik niet. Het is een samensteld gezin. Dus ik zorg voor 4. En ja, die andere 2 komen zo nu en dan ook langs. Dus... die cadeautjes moet ik nog inpakken. En dan moeten die ook nog in de koffer. Ik hoop dat het allemaal gaat passen. Maar ik ben bang van niet. Dus dat is even de update. Ik ga even de cadeautjes inpakken. De cadeautjes zijn inmiddels ingepakt. Nu alleen nog zorgen dat de rest in mijn koffer komt. Goedemorgen iedereen. We zijn op Schiphol. En nu gaan we eerst naar de wc. En dan gaan we op zoek naar waar ik heen moet. Nou jongens, ik zit in het vliegtuig bij het raam, zoals je ziet. En ik zal even zo het vliegtuig laten zien. Er kan maar 1 persoon bij mij zitten, dus dat is top. En het is echt een gigantisch groot vliegtuig, echt niet normaal. Ik had heel veel zenuwen, maar nu ik zit, ben ik eigenlijk wel weer een beetje gekalmeerd. En ja, we gaan het avontuur starten. Oh my god. Goedemorgen mensen, ik ben in het huis en ik heb vandaag al geslapen, dus het is vandaag zaterdag. Voor jullie al halverwege de middag, voor mij is het nu ochtend. En ik ga jullie echt van alles laten zien hoor, het hele huis en alles, maar dat komt even later. Allereerst, deze borstel gehad, echt een topborstel. Het is echt een topborstel, helemaal. Het is zo onwerkelijk. Ik vind het zo gek dat ik hier echt ben en dat het echt gewoon, gebeurt. Nou ja, dit is dus even snel de badkamer. En
Dit heb ik allemaal gekregen. Alles wat hier staat. En dat zal ik even snel op de slaapkamer laten zien. Oké, nou, je komt hier binnen. Dan heb je hier de inloopkast. En dan heb je hier mijn bed. Ja, al mijn troep van nu. En dan heb je hier het uitzicht. Like, het zwembad is sinds gisteren klaar. Top. Trampoline. De huizen die er ook omheen staan. Is toch een top uitzicht. Nou ja, keep you updated. Oh, ik heb ook nog een tv. Met alle apps erop. Dus dat wordt top. En natuurlijk dit supergrote bed. We moesten even naar de stad voor Charlie. En uiteindelijk eindigden we bij een nagelsalon. Now give me this. Ik heb nog steeds niet heel veel gefilmd, maar ik zit nu in de auto. We gaan zo weer mijn auto ophalen die gerepareerd is. En ja, er zijn hier gigantische huizen, dus binnenkort zal ik eventjes laten zien waar we allemaal rijden en wat je dan allemaal ziet. Maar over een tijdje zal ik even alles filmen. En hier is de kleine. En hier is de andere kleine. En ze kijken dit. Dus zie jullie later, jongens. En baby. It can be fried, Americans are fried. Oké, okay. So. I'll hold it. Oké. Dit is dus een augurk. Oké, jongens, eerste keer tanken. En je hebt dus maar één zo'n ding. En je hebt dus dan hier de dingen die je kiest. En je brengt hem in, je zet hem aan en hij doet gewoon alles zelf. Tot het dus vol zit. Of als je zelf wil stoppen, kan je dat natuurlijk zelf stoppen. Dit is dus de auto. Ja, dus dat is even snel het tank gebeuren bij Cum en Go. Ja, yeah, I'm coming. Go, jumping. Gemma, let's go. I'm coming. Come on. Woo. You get it. Grammy, run. Okay, ready. Oh, there comes the duck. Woo, 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 woo. Okay, and now that wavy in the middle. Like what you did, like. Let's go. Woohoo. This looks so nice. Oh. All right, let's see. Little problem there. A little problem there. Oké, jongens, dus dit was de eerste video van naar Amerika gaan en de eerste week Amerika. Zoals je kan zien, zie je een beetje van alles wat chaos, zeg maar, niet allemaal achter elkaar door. Het is gewoon ineens een video en zo. Dit komt gewoon omdat ik echt heel weinig heb gefilmd hier. Omdat ik gewoon zelf natuurlijk zoveel dingen moet ontdekken hier. En zoveel nieuwe dingen heb. Dus dat het even wat anders is gelopen. Maar ja, dit was de eerste week. En er gaan sowieso meer filmpjes volgen. Vond je dit nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. En
ja, wil je meer van Amerika zien en mijn au-pair leven hier in Amerika? Subscribe dan eventjes. En ik zie je bij een volgende video.